Nog 18 dagen te gaan tot Rio. Ben je er al helemaal klaar voor? Ja, zeker weten. Zo klaar als je kan zijn tenminste. Ik bedoel, de voorbereiding allemaal gedaan, maar ja, zekerheid heb je nooit. Maar ik ga dus op vol zelfvertrouwen heen. En ben je nu echt aan het aftellen? Ja, ik ben wel aan het aftellen. Ik heb er wel echt heel veel zin in. Het komt nu wel dichterbij, dus ik vind het echt wel echt zin dat we het straks mogen laten zien. En de vorige keer won je zilver. Voel je nu die druk om goud te winnen of weer een medaille te pakken? Nou, dat valt wel mee. Jezelf leg je altijd druk om de beste te willen zijn, maar ik heb me super goed voorbereid. En ik ga straks gewoon maximaal mijn best doen en dan zie ik wel wat voor resultaten bijhoud. Wanneer vertrek je precies naar Rio? Ik vertrek de 31 juli naar Rio. En dan is mijn eerste wedstrijd 8 augustus. Jullie komen vrij vroeg in actie, inderdaad, 8 augustus. Wat ga je doen als je klaar bent? Blijf je daar nog of ga je meteen naar huis? Ja, ik denk wel dat ik er blijf. Het zeilen is wel altijd een lang evenement. Dus wij zullen even kijken hoor. 6 dagen daadwerkelijk racen, maar we hebben 3 reservedagen in het programma. En aangezien het in Rio heel snel donker wordt, zullen we die denk ik wel nodig hebben. Dus ik denk dat uiteindelijk wel dat het echt een lang evenement zal blijven. En zullen we of 15 of 16 augustus klaar zijn. Maar je bent 15 of 16 augustus klaar. Ga je dan meteen naar huis of ga je nog andere sporters aanmoedigen? Nee, dan blijf ik wel even andere sporters aanmoedigen. En dan wil ik ook echt wel iets van de Olympische Spelen meekrijgen. Want van tevoren zit je wel echt in je bubbel en let je heel erg op jezelf. Maar na de tijd wil je wel gewoon echt een beetje wat van de sfeer proeven. Zijn er dan sporters die je specifiek komt aanmoedigen? Nou, volgens mij moeten heel veel sporters ook al, terwijl ik moet, er zijn al heel veel klaar. Maar bijvoorbeeld de BMX en zo, die moeten na ons. Dus daar ga ik dan wel even kijken. Of atletiek is ook altijd leuk om te kijken. Dus ja, ik zie wel gewoon wat er gebeurt. Hè. Dit worden je tweede Olympische Spelen. Je hebt dus al Olympische ervaring. Heb je veel voordeel van die ervaring? Ja, weet ik niet. Aan de ene kant, als je in Londen, waar het mijn eerste Olympische Spelen, en dan ga je er heel onbevangen in. En nu ben je al meer een volwassen atleet, zoals ze dat zeggen. Wordt ook wel wat meer van je verwacht en je weet ook wat je kan verwachten. Ja, ik weet niet of dat een voordeel is of juist een nadeel. Ik ga gewoon met wat ik moet doen. En verschillende sporters hebben laten weten dat ze niet afreizen naar Rio vanwege het Zika-virus. Heb jij je daar ook nog mee bezig gehouden? Heb jij iets overwogen om thuis te blijven? Nee, totaal niet. Ik weet ook niet of het daadwerkelijk die reden is, die Zika-virus, of dat er een andere reden achter zit. Maar ja, persoonlijk, ja, ik ben er nu 4 jaar in totaal geweest en ik ben nog nooit ziek geworden van het water, niet van het Zika-virus. Dus ja, natuurlijk hou je er rekening mee en neem je alle voorzorgsmaatregelen, maar nee, volgens mij valt het wel een klein beetje mee. En wat ga je doen na de Olympische Spelen? Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik denk eerst dat ik even wat tijd vrij neem. En even allemaal dingen gaan doen waar je normaal niet aan toekomt. Maar ik denk zeker ook wel dat ik door blijf zeilen met het wereldkampioenschap in eigen land in Medemblik in 2017. Dus ik denk eerst dat ik even rust ga doen en dan daarop focus.